De VGS en de FOM hebben samen een geweldig programma ontwikkeld, de Ambitie. En dat gaat over excellent overheidsmanagement. In dat kader worden ook etmalen georganiseerd. Dat zijn 24 uur sessies met enkele tientallen collega's, met hele goede inleiders en wetenschappers, om even de rust te nemen, de vertraging op te zoeken en te bespreken over onderwerpen die ons raken en die iets van ons vragen in ons vakmanschap. Binnenkort mag ik gastheer zijn in Amsterdam-Noord, op een mooie locatie, om te praten over waar is de overheid van. We merken dat meer en meer de grens tussen binnen en buiten vervaagt. Dat niet onze medewerkers zaken doen, maar andere partners. Dan gaat het wel over vragen, wie is verantwoordelijk voor de integriteit? Wie is verantwoordelijk voor de informatieuitwisseling en de privacy? Vraagstukken die iets dieper reiken en iets meer aandacht vragen dan nu even in alle haast en stoom en kokend water gebeuren. Dat gaat over ons vakmanschap. Daar willen we de tijd en de rust nemen om het daarover te hebben. Ik weet hoe belangrijk dat is, want je bent ongelooflijk druk en je wordt overladen met informatie. Maar goed vakmanschap vraagt ook daar aandacht hebben om daar weer als boegbeeld en als inspirator mee verder te kunnen gaan. Dat gaan we doen. Er komen daarna meer. Er zijn nog een paar plekken. Doe mee als je dit thema aanspreekt en anders zijn er volgende. Denk aan je eigen professionaliteit, werk daaraan. Dat vragen van onze mensen, daar moeten we ook het goede voorbeeld aan geven. Dat is geen luxe, dat is bittere noodzaak. Doe mee.